heb Minecraft zo gemaakt dat je alle items kan samenvoegen. Bijvoorbeeld een zwaard plus TNT, zwaard TNT. Ik heb vandaag niks anders mee behalve deze combiner. En er staat probeer een stenen hoe en een sapling samen te voegen. Hiervoor moet ik eerst heel wat bomen hakken. Wat zijn deze bomen lang trouwens? Maar als we deze items samen weten te voegen, dan krijgen we dus een super apart item wat normaal nooit in Minecraft hoort te zitten. Ik ben er zo benieuwd hoe het eruit komt te zien. Laten we even dit hout veranderen in een crafting table. We moeten namelijk stenen tools maken. Ik heb nog nooit als eerste stenen tool een hoe moeten maken. Maar hey, dat zijn de regels van vandaag. Oh, we hebben nu al steen gevonden. Gelukkig hebben we er maar twee nodig. Laten we misschien nog een klein beetje extra steen meenemen. Je weet maar nooit. Het is wel handig om misschien een stenen pickaxe zelf ook te hebben en zo. Dan bouwen we hier weer even naar boven. Waar staat mijn combiner? Oh, die staat hier. Hij ziet er zo gek uit trouwens. Oh, en we hebben een sapling nodig. Hebben we dan gewoon een normale sapling nodig? Of maakt het niet uit wat voor sapling? Ik heb deze. En een stenen hoe. Laten we dit in de combiner doen. En wow! Een tree destroyer? Wat doet dit? Dit is zo'n apart item. Oh, eens even. Wat? Oh, je kan met één klik een hele boom kapot maken. Dit is de makkelijkste manier om hout te hakken ooit. Ik kan zo snel een huis maken hiermee. En ik heb wat nieuws gekregen. Probeer anders een aardappel met een wortel samen te voegen. Ik ga ook even een paar tools maken. Dan kan ik mijn combiner gewoon meenemen de hele tijd. Hak ik dit met een pickaxe of met een axe? Hoe hak ik dit? Oké, ik denk dat ik dit gewoon met mijn vuist moet hakken. Ja, dat werkt het beste. Ik kan met dit hout wat ik heb gevonden nu ook zoveel crafting tables maken. Oké, laten we er niet al te veel maken. Maar toch, boom, gratis hout. Zo, en deze bomen zijn echt mega. Maar we moeten een village vinden. Dit is namelijk de enige plek waar ik nu even aan kan denken dat ik een wortel en een aardappel samen kan voegen. Het moet toch wel het gebied zijn waarin een bergvillage. Dit is perfect. Hier kunnen we het volgende item maken. Hoi visjes, doei visjes. Ik heb geen vissen nodig. Oh, moeten we nou echt deze hele berg opklimmen voor dit dorpje? Waarom zit die zo hoog? Vanaf hoe ver kan ik bomen kapot maken? Oké, ik moet er wel echt naast staan eigenlijk. Oh, ik begin ook honger te krijgen. Maar hallo dorpje. Laten we hopen dat hier wat aardappelen liggen. Ik zie... Oh, hier is een farm. Hier is een farm. Kom op. Laat er wat in zitten. Behalve seeds. Oh ja, wortels. Oké, dat stopt. Hier zitten heel wat wortels. Ik heb nog geen aardappelen gevonden. Wel beetroot seeds. Nog meer... Ja, ik heb een aardappel. Eentje. Hebben jullie niet meer farms? Ik heb letterlijk maar één aardappel gevonden in jullie hele farm. Nou ja, laten we kijken wat de combiner doet. Een wortel plus een aardappel. Doet helemaal niks. Oh, wow, wat? Zo doet het wel wat. Een carrotato, oftewel een wortel. Dit zorgt ervoor dat je 10 hunger bars erbij krijgt. Dat is zoveel. Jij krijgt mij... Oké, je krijgt wel een worteltje. Omdat je zo schattig kijkt. Nu is het genoeg geweest, oké? Ik heb jou een wortel gegeven. Probeer anders een stenen zwaard en een stenen pickaxe samen te voegen, staat er nu. Heb ik al een stenen zwaard? Nog niet, maar ik kan hem wel maken. Ik kan die letterlijk nu al maken. Oh, eens even. Wat ga ik hier dan van krijgen? Een stenen zwaard en een stenen... Wat? Een stone pick sword? You can upgrade this item. Oh, eens even. Dit is zo apart. En ik heb ook een achievement, of ik heb een berichtje gekregen met een torch met een iron ingot. Dat is het volgende wat we kunnen maken. Maar wat doet dit? Als ik dit hak, dan kan ik gewoon hakken. Ik kan hem ook als zwaard gebruiken, denk ik. Oh, oh wow! Oké, hij is best wel sterk. Maar wat kan ik hier... Oh, is dat... Wow! Wat? Je kan hier echt super snel mee minen in een cirkel. Ik heb nu al echt zoveel troep in mijn inventory al. Maar dit is zo handig om te minen. En ik heb iron nodig en dat ligt hier. Oké, dat is perfect. Dat kunnen we dan gelijk gaan smelten. En ik heb kool erbij. Dit is de makkelijkste manier om te minen ooit. Als ik dan even een oven maak, dan kunnen we gelijk de iron gaan maken. Zodat we de volgende tool kunnen maken. Of, wacht eens even. Is hier niet gewoon een iron golem? Ik bedoel, we zijn in een village. Hallo, iron golem. Ik zie hem nergens. Oh, jeetje, ik schrik mijn hoedje. Oké, als ik nou één keer sla... Snel omhoog bouwen. Oké, daar gaan we. Kom op. Wacht eens even. Ik gebruik gewoon mijn steenpiksoort. Hier komen iron golem. Ik heb kool nodig. Ik bedoel iron. Alsof een iron golem kool drop. Laten we kijken hoe sterk dit zwaard ding echt is. En ik moet zeggen, hij gaat best wel snel kapot. Oh, ja. We hebben hem gekild. Oké, wat ik nog meer nodig had was een torch met een iron ingot. Terwijl de torch die ligt hier al. Dus daar kan ik gewoon hier eentje mee pakken. Waar is mijn combiner? Die heb ik hier gezet. Oké, laten we kijken wat dit doet. Dan doen we een torch erin en één iron ingot. En dan krijg je een stalen torch. Wat doet een stalen torch nou weer? Kan ik die in mijn hand houden of neer... Wow! Wat?
Hiermee kan je superveel iron krijgen. Hiervoor had ik dit iron niet eens nodig wat ik hier heb. Nou, oké, misschien wel trouwens voor een pickaxe. Wat doe ik nou ook? Hoe maak ik een pickaxe? Zo, dat ik dat nog niet weet na al die tijd Minecraft. Dit is zo top. Als ik dit nu gewoon allemaal weet te hakken, dan kan ik dus echt super, maar dan ook echt superveel iron krijgen. En dan kan ik armor meemaken. En ho, eens even, die torch staat er nog steeds. Kan ik die dan gewoon opnieuw plaatsen? Ik kan hem gewoon opnieuw plaatsen. Oké, dat is wel echt heel cool. Kan ik niet ook deze pickaxe... Oh, deze pickaxe werkt ook gewoon. Waarom zou ik een iron pickaxe gebruiken dan? Deze is veel sneller. Dan maak ik even wat iron. En laten we dan even een mooi setje armor maken. Dat ik tenminste een stuk sterker ben. En al die bloemetjes en zooi, dat hoef ik allemaal niet. Ik heb zo'n volle inventory. Doen het setje aan en... Oh, we zijn nu zo sterk. Laten we kijken hoe deze aardappel trouwens werkt. Of de hele... Oh, wat? Het vult echt je hele hungerbar. Probeer samen te voegen. Iron schoenen en een spinnenoog. Hoe kom ik hier ooit aan een spin... Oh, wacht eens even. Het wordt precies nu donker. Oké, dat betekent dat ik denk ik wel echt een spin hier moet vinden ergens zometeen. Kan ik die vinden in een village? Ik denk het wel. Laten we sowieso even de combiner meenemen. Die moet ik ten alle tijden bij me houden. En deze oven neem ik ook gewoon mee. Spinnetje, spinnetje aan de wand. Waar ben je gebleven? Oh, het wordt nu wel heel snel donker. Ik zie daar in de verte ook allemaal lava. Wow, dat is echt de grootste lavaval die ik ooit heb gezien. Noem je dat dan ook een lavaval? Ik denk het wel. Ik bedoel, je hebt een waterval, een lavaval. Het is bijna hetzelfde, toch? De eerste monsters beginnen al te spawnen. Ik zie daar een skelet. Kan ik dat skelet dan denk je ook gewoon gaan killen met mijn stenen pickaxe zwaard? Au, hallo, dat doet pijn. Hier. Oh nee, oh nee, oh nee, creeper. Ik moet jullie allemaal niet hebben. Wow. Oké, weet je, ik pak gewoon lekker de spulletjes mee, maar... Spinnenoog, dat is wat we aan het zoeken waren. Ik zie er daar twee. En staat er wel een creeper naast. Oké, laten we kijken of die creeper ons niet ziet terwijl we die spinnen gaan killen. Straks explodeert hij ons spinnenoog nog. Nog, dat is één. En nog, dat is nog één. Hebben ze een spinnenoog gedropt? Nee, hoezo niet? Oh nee, oh nee. Ah! Oké, doei creeper. Ik zie er nu best wel veel. Daar zie ik eentje in de verte. Laten we kijken of ik die kan killen. Oh, spinnetje. Hier komen, kom op. Ga dood alsjeblieft. Oh, wow. Oké, het skelet schoot ook mee op een spin, leek het wel. Geef me nou een oog. Hoezo droppen ze allemaal geen ogen? Jij dan. Jij moet het zijn. Hier komen. Weer niet. Jij dan. Kom op. Ik heb nog nooit zo lang gedaan over het krijgen van een spinnenoog. Allerliefste spin. Mag ik jouw oog hebben? Ik weet het. Het klinkt een beetje gek om te vragen, maar mag het? Ja. Ik heb er één. Oké, dat is perfect. Snel weg hier. Dit spinnenoog moeten we nu samen gaan voegen met de schoenen die ik aan heb trouwens. Kan dat gewoon met deze? Een combiner. Schoenen plus spinnenoog. Wat? Spinnenschoenen? Je bent nu Spider-Man. Oké, ik weet niet wat dit precies inhoudt. Maar hey, ze zien er wel heel erg cool uit. En ik heb allemaal pijlen in me. Ik heb nu ook eentje. Probeer samen te voegen. Een schild plus netherrack. Moeten we daarvoor nou naar de nether? Oh, nee. Maar wat doet dit dan? Ik ben Wow! Wow. Nee. Is dit echt zo? Oké, ik ga hier een klein muurtje maken. En wat ik kan doen met deze schoenen... is ik kan tegen een muur aanklimmen. Als echt Spider-Man. Dit is zo cool. Een schild is sowieso iets wat we alvast kunnen gaan maken. We hebben genoeg iron. Namelijk. Laten we er hier eentje van pakken. En dan moet daar als het goed is gewoon een beetje hout omheen zo. En voilà, we hebben een schild. Ik ga hem alleen nog niet gebruiken. We moeten namelijk ook nog echt ergens netherrack gaan vinden. En ik denk dat we daarvoor in de nether moeten. Of we moeten naar een portaal. No way. No way! Dit is letterlijk waar ik het net over heb. Dit is het portaal wat we nodig hebben. Hier kan je namelijk netherrack vinden. En een nieuwe broek. Hey, die wil ik ook maar al te graag mee hebben dan. Deze gaat lekker aan. Hoppakee, wat vinden jullie nu van mijn outfit? Cool, hè? Dan hebben we hier eigenlijk één stukje maar van nodig. Volgens mij. En dan kunnen we dat samenvoegen. Schild plus netherrack is... Huh? Een lava schild? Bescherm jezelf en verbrand anderen. Wow, deze is zo cool. Het is gewoon letterlijk een lava schild. Probeer samen te voegen. Een ijzeren zwaard en een blaze rod. Wat doet dat dan? Oh nee, hiervoor moet ik wel echt de nether in. En daarvoor heb ik diamonds nodig om dit portaal te kunnen maken, denk ik. Of lava in een emmertje? Maar ik zie hier nergens lava. Dit wordt mijnen. Gelukkig heb ik deze hele sterke pickaxe mee. Dus ik denk dat ik gewoon ergens recht naar beneden ga hakken. En ik weet het, het klinkt normaal heel dom in Minecraft om recht naar beneden te hakken ergens. Maar ik ga het alsnog vandaag gewoon doen met deze pickaxe. Omdat het zo makkelijk is, letterlijk. Boom, 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 boom. En ik krijg ook gelijk alle ores. En voilà, we hebben al een cave gevonden. Zo makkelijk ging dat. Alleen moeten we wel echt een diepere cave hebben voor diamanten, denk ik. Oké, verder naar beneden. Oh, wat? Mijn pickaxe is op. Oké, dat ging wel wat sneller dan verwacht.
Laten we dan even wat dingetjes hier droppen. En even een nieuwe pickaxe maken. Het recept was pickaxe plus zwaard. En dan kon je weer die speciale pickaxe maken. Dus dat is gewoon wat we moeten maken nu. Dan doen we de combiner hier. Zwaard, pickaxe, omdraaien dan. Yup, dat was hem. Door dit minen zit mijn inventory zo ontzettend vol. Dat is niet normaal. Oh nee, oh nee. Oké, dit is wel vervelend dat er hier water ligt. Laten we dan maar hier opnieuw naar beneden gaan hakken, denk ik. Oh, diamanten. Waar zijn jullie? Dit zijn nog geen diamanten. Oh nee, er zit weer water. Kan ik het water niet gewoon stoppen trouwens zo? Yup, dat kan. Dat ging nog best makkelijk. Het ziet er dus ook naar uit dat je niet echt makkelijk door redstone kan hakken, omdat het een stenen pickaxe is. Dus je hebt nog wel een iron pickaxe nodig voor bepaalde ores. Maar waar zijn dan die diamanten? Oh, is dit weer een onderwater cave? Nee, dit is gewoon een normale cave. Nee, dat is beter. Ik zie alleen helemaal niks. Tortjes zouden nu wel handig zijn. Dan kan ik tenminste wat zien hier en daar. Diamanten, waar zijn jullie? Oh, lapis lazuli, oké. Maar dat zijn nog geen diamanten. Je zou denken dat diamanten zoeken met zo'n pickaxe als deze echt toch veel makkelijker zou zijn eigenlijk. Laten we gewoon kijken hoe ver we naar beneden kunnen hakken nog. Misschien dat dit het beste niveau is voor diamanten. Ja, ik heb diamanten gevonden. Oh, dit is perfect, dit is perfect, dit is perfect. Hoeveel zijn het er? Sowieso 4. Dat stopt. Daarmee kan ik sowieso al iets van een armor iets maken. Of nee, 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 nee. Ik moet een pickaxe maken. Daar gaan we dan. Op 1, 2, 3. Laten we die 4 ook gewoon meenemen. Ik bedoel, hij ligt er toch voor het oprapen. Word ik nou een zombie? Oké, ik weet niet waar dat geluid vandaan kwam. Maar ik heb de diamanten. Dan heb ik alleen nog wat sticks nodig. Daarmee maken we de pickaxe. En voilà. We kunnen het netherportaal maken. Het enige wat ik dan moet doen is even dit obsidian gaan verplaatsen. Waarom ligt dit ook hier? Oh ja, het is natuurlijk een in elkaar gestort portaal. We moeten ook de crying obsidian hier eruit halen, denk ik. Anders kan die namelijk niet aan. Het moet wel normaal obsidian zijn. En we hebben een aansteker nodig. Iets voor vuur. Ik denk dat we dat wel kunnen maken. Volgens mij hebben we wel wat flint. Deze moet op dat hoekje komen. Au, 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 au. Wat doet dat pijn? Het laatste blokje obsidian haal ik denk ik uit dit hoekje hier zo. Dan plaats ik die even daar, die daar. Dan kan ik dit er namelijk opzetten. En ik kom er net ook achter dat ik trouwens geen flint heb. Wel heel veel iron. Dus laten we gewoon hier wat proberen te hakken misschien. Waarom hangt dit ook allemaal zo? Wacht, dit gaat veel makkelijker zo. Hoppakee, flint. Dan kunnen we de aansteker maken. En is het tijd om naar de nether te gaan. Voor het volgende item. We hebben een blaze rod nodig. Normaal gezien zou ik ook best wel bang zijn voor de nether. Maar omdat we nu dit lava schild hebben, denk ik dat het allemaal wel goed moet komen hier zo. We moeten alleen nog naar een kasteel. Ik zie daar wat in de bosjes. Volgens mij is dit het letterlijk. En kan ik hier gewoon naar boven klimmen. Dit werkt gewoon. Mijn Spider-Man schoenen zijn zo goed. Oh, eens even. Volgens mij is dit gelijk ook de blaze spawner. Oké, deze kunnen we wel aan. Maar waarmee? Heb ik een goed zwaard? Ik heb een tree destroyer in mijn hand. Ik denk dat we gewoon dit als zwaard moeten gaan gebruiken. Ik heb een vuurschild. Kom op, ga dood. Oh, hey, hallo. Hallo, 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 hallo. Oké, ze zijn sterker dan verwacht. Oh, nee. Misschien dat mijn schild niet zo goed werkt als dat ik dacht dat het werkte. Heel even wat dingen maken, hoor. Ik ga een nieuw zwaard maken. Vorige was namelijk niet sterk genoeg, denk ik. Gewoon een vermoeden, hoor. Dan heb ik wat eten hier. Die saplings heb ik niet nodig. En ik heb nog wat van deze carrotato's gemaakt. Hier komen blazes. Oké. Hou het schild ervoor. Hou het schild ervoor. Hou het schild ervoor. Ja, ja, ik heb een blok. Ik heb er 1. Oh, nee. Meer. Hier, blok. Slaan. Blok. Ja, ja, dit gaat goed. Dit gaat goed. Ik ben een pro in Minecraft. Ik moet dit kunnen. Hier komen. Blokken. 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 Dit gaat zo goed. Oh, ik wacht dat ik zo goed kon zijn met blaze vechten. Ik heb blaze rods. Oké, snel weg hier. Snel weg hier. Rennen. Mop en dichtbouwen. Pew, ik zit veilig. Dan doe ik mijn nieuwe iron zwaard in de combiner. Samen met deze blaze rod. En dan krijg ik een blaze blade. Ho, eens even. Hoe sterk is dit zwaard wel niet? Ik kan hier wat mee maken, maar wat? Oh, eens even. Oh, blaze. Kom eens hier. Ik moet even mijn zwaard testen. Au, dat doet pijn. Oh, eens even. Kom eens. Hier. Oké. Is die sterk genoeg? Oké. Ja, hij is heel sterk. En nu weg hier. Oh, nee. Ik heb een iron chestplate nodig. En een enderpearl. Hoe kom ik daar ooit aan in de nether trouwens? Ja, ik weet dat het wel ergens te vinden zou moeten zijn. Volgens mij hier beneden trouwens zelf. Ho. Wat denk jij allemaal te doen? Ik heb een super sterk zwaard. Dank u. En oh, er staan hier ook allemaal wither skeletons. Hoe werkt dit zwaard? Shift right click. Oh, wow. Wat? Ik kan vuur spullen met het zwaard? Oké, maar dat gaat natuurlijk nooit werken op een blaze. Want een blaze is van vuur. Oh, nee. Oké, het is heel vergeten dat jullie er ook stonden. Hier komen jongens. Ga gewoon dood. Dankjewel. Auw, dat doet pijn. En de cooldown is echt mega lang op dit zwaard. Oké, misschien dat ik gewoon beter kan gaan rennen. Weg hier. Oh, nee. Oké, hang je Spider-Man uit, Alex. Woehoe! Waar kan ik hier een Enderman vinden? Die moeten hier namelijk zijn in dit gebied. Probleem is alleen als je in Minecraft
de monstersuit zoekt, dan vind je ze nooit. Dat is echt zo. Misschien dat ik hier gewoon naar de overkant kan gaan bouwen, dat ik er daar wel eentje vind. Het kan best wel riskant zijn wat ik nu aan het doen ben. Straks staat er een monster achter me. Misschien dat ik ook even dit erbij ga zetten, zodat ze niet op mijn brug kunnen lopen. Ik wil niet doodgemaakt worden door een monster vandaag, oké? Dat zou heel stom zijn als we dat dag beëindigen. Nu naar de zijkant. Ik wou zeggen dat mijn steen bijna op is. Ah, dat kan trouwens waarschijnlijk niet. Ik heb echt zoveel steen. Oké. Okay. Hop! Yes, we hebben het gehaald. Oh, Enderman. Waar kan hij hier zitten? Ik bedoel, je zou toch denken dat er hier geen water is en dat ze hier dan gewoon leven? Ik bedoel, het is een betere plek dan een normale wereld. En de mensen zijn namelijk echt als de dood voor water. Oh, wacht! Daar is er een. Oh, het zijn er twee. Oh nee, hij heeft een blok in zand. Oké. Okay. Niet kijken. Maar wat ik wel kan doen is. Verspillen! Ik heb misgegooid. Ik heb misgegooid! Oké, hij zit nu achter me aan. Nu is hij boos, nu is hij boos, nu is hij boos, nu is hij boos. Boos, en dan geef alsjeblieft gewoon een Enderpearl. Auw! Kom hier! Ja! Ja! Wow, wat? Hij heeft er 3 gedropt? Hoe kan dat nou weer? Oké, dat zijn er echt superveel. Waar is mijn combiner? Die gaat me niet vertellen dat ik mijn combiner heb laten liggen in dat kasteel. Oh, nee! Oké, dan moeten we terug over de brug. En ik heb een blokje gras gekregen van hem. Hoe ben ik ook weer zo dom om mijn combiner, mijn enige combiner die ik heb, of vooral dat apparaatje, te laten liggen in dit stomme kasteel. Met al die stomme monsters die hier waarschijnlijk nog steeds zitten op te wachten. Nee. Au. Okay, naar boven. Alex. Wat? Er zijn er zoveel! Oh nee. Ah! Oké. Okay. En we zijn weer terug hier. Waarom schiet jij op mij? Ho eens even. Hier, vang. Oké, ik vind dit zwaard eigenlijk helemaal niet zo goed als dat hij lijkt. Wow, ho eens even. Hoezo vlieg ik? Oké, ik wist niet dat dat kon met dit zwaard. Dat was heel apart. Nou ja, ik zet de combiner gewoon weer even neer. We moeten namelijk mijn chestplate er nu in doen. En mijn chestplate die voeg ik samen met de enderpearl die ik heb. En wow, een ender chestplate. Klik op C om te teleporteren. Kan ik dan deze aandoen? Dit is zo cool. Kom op, let op. Oké, ik kijk daar. Ik klik op C. Het werkt niet. C. Het werkt niet. Moet ik hem in mijn hand houden of zo? Oké, ik heb geen idee hoe dit werkt. Maar het volgende item is probeer een diamant samen te voegen met een Eye of Ender. Nou, heb ik een diamant en kan ik een Eye of Ender maken omdat ik meerdere enderpearls heb. Dus dat is top. Dan maak ik die gewoon eventjes zo. Hoppakee. Dan doen we de diamant erbij. Oh nee, dat moet natuurlijk niet hier. Wat doe ik nou allemaal dom? Diamant plus Eye of Ender is een end teleporter. Oh, eens even. Wat doet dit? Probeer samen te voegen een boog en vuur. Vuurwerk, check. Dan heb ik alleen nog een boog nodig. Daarvoor moet ik dan even wat sticks gaan gebruiken. En voilà, dat daar. Oké, en als ik dit dan nu samenvoeg. Een vuurwerk en een boog. Wat doet dat dan? Van der zon. Wow, wat een raketwerper. Oké, ik wil weten hoe dit werkt. Kom op de boog. Wow, oké, dit is heel sterk. Maar we hebben dus nu ook een teleporteer-item waarmee we naar de end kunnen teleporteren. We hoeven hiervoor helemaal niet meer naar het endportaal te gaan. We hebben letterlijk alles al. Dus als ik hier op klik... Wow! Waarom explodeerde alles? Waar ben ik? Het werkt! Ik ben in de end! Oké, teleporteren? Het teleporteren werkt niet. Ik weet niet hoe mijn teleporteershirt werkt, oké. Ik weet wel hoe dat vliegen werkt. Als ik dus dit zwaard gebruik, dan kan ik in de tussentijd gewoon gaan vliegen. Dat is zo handig. Hiermee kan ik alles hierboven gewoon kapot slaan. Oh, oké, weg hier. En die moet kapot. Oh, nee. Oké. Daar werd ik heel even gered door mijn Spider-Man schoenen, kan ik je vertellen. Kan ik niet meer vliegen? Nee, het zwaard moet laden. Aan een Tree Destroyer heb ik nu niet, maar wel aan deze raketwerper. Oh, boom. Ja! Dit werkt zo goed. Oké, die daar. Oh, ik kan de hele Enzo destroyen. Ik ga de draak verslaan, dit gaat me lukken. Oké, die is kapot. Nee, daar woont de draak. Oké, daar ertussen. En daar erin. Dit werkt goed. Ik moet heel veel naar boven klimmen, hoor. Ik word helemaal aangevallen door allemaal Endermans hier zo. En als ik hier boven weet te staan, dan kan ik denk ik elke toren naar beneden schieten. Deze is namelijk al kapot. Dan kan ik daar in de verte kijken naar die daar. En... Kom op, ik moet hoger schieten, denk ik. Nee, lager schieten. Oh nee! Wat doet die draak hier? Oh nee! Ik heb gefaald! Met alle spullen die ik heb, is het me niet gelukt om de draak te verslaan? Dan weet ik het ook niet meer. Klik op een van deze 2 video's, die moet je namelijk echt gezien hebben. Doei!